Wat loopt daar? Wat zijn dat? Zijn dat turtles? Wow! Schildpadden! Jullie zijn cool! Yo, Nintendo fans! Ik weet niet wat er gebeurt in mijn leven. Ik begin Minecraft leuk te vinden. Zei Rick dat nou echt? Zit jij nu weer te lachen? Je blijft toch noob! Ja, daarom heet het ook Noobcraft, vriend. Anyway, ik wil eigenlijk weg uit dit dorp. Gast, wat kom jij hier nou doen? Ben jij volwassen geworden vannacht? Was jij gisteren nog een baby zombie en ben jij nu volwassen geworden? Wat is er met mij aan de hand? Ik stink weer. Oh, what? Dit stond hier gisteren nog niet. Dit is een begin van de poort naar de Nether toch, jongens? Ik ga hier even van alles achterlaten, zodat ik weer wat ruimte heb in mijn inventory-tory. Maar ik ga dit epische dorpje even achter mij laten, want we zijn natuurlijk op weg naar... Geen idee. We zijn coördinaat 320 aan het volgen. We gaan gewoon keihard rechtdoor en we zien wel waar we uitkomen. Als je dit nou grappig vindt, jongens, doe even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo-video's. Ik ben nou even lekker aan de Minecraften. Volgende week gaan we lekker Pokémon snappen. En daar heb ik ook knijtertje veel zin in. Ik wilde het eigenlijk helemaal niet achter me laten. Ik vond het een veel te leuke plek. Waarom doe ik het mezelf aan? Wij moeten deze kant op. Let's go jump in het water. Waar gaan we nu weer uitkomen, jongens? We komen best wel vette dingen tegen. We zijn al onderwatertempel tegengekomen. We hebben net deze stad ontdekt. Super lachen. Doe er voor de rest helemaal niks mee. Ik sloop alleen baby zombie villagers. Of hoe die dingen ook heten. Maar nu moeten wij... deze kant op. We gaan naar het einde van de wereld. Wat is dit? Wat is... Hier is weer iets, jongens. Ja, maar dit is ondergronds. We zijn al een keer ondergronds geweest. Ik hoef niet ondergronds te gaan. En door, en door. Het is hier wel weer een stuk groener. Hallo, kippie. Hallo, paardjes. Wat een vet paard. Oh ja, daar moet je een zadel voor hebben, hè, om die te bereiden. Yo, dit is wel een chill stukje van de wereld, jongens. Oh, crap. Waarom heb ik geen bed meegenomen? Ik had het bed mee moeten nemen. Oké, ik hoop gewoon dat ik weer een volgende stad tegenkom op tijd. Varkens! Oh, wacht. Even gouden wortel eten, jongens. Nog een gouden wortel eten. Nom, 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 nom. Oh, wacht. Ik heb niet meer eten nodig. Yo! Nieuw dorpie! Kijk daar! Allemaal huisjes. Beter zijn er echte mensen en geen zombies daar. Hallo, ik kom met mijn zwaard. Maar ik kom in vrede. Tenminste, als jullie ook vredige personen zijn. Wat is dit? Er hangen hier nog meer klonkies. Hallo, is er iemand hier? Hallo? Hallo? Nee, weer spinnenwebben. Ja, ja, ik hoor het alweer. Hier is iedereen weer dood gegaan. Zijn er nou nooit ergens nog levende mensen? Zie je wel weer zo'n zombiehoofd? Waarom zijn er alleen zombies? Ik wil een keer echte mensen in Minecraft. Ik wil vrienden. Ik wil mijn eigen SMP-vrienden. Ik zou hier wel kunnen gaan slapen even, jongens. Maar wacht, wacht, wacht. Ik wil even berg beklimmen. We gaan berg beklimmen. Ik wil weten wat hier nog meer allemaal is. Het ziet eruit alsof hier ooit een beschaving was. Alsof hier ooit mensen hebben geleefd. Alsof dit ooit een glorierijk was van een getrouwd echtpaar. Ik ga even in dit huis. Ik wil even slapen. Gun mij mijn nachtrust. Wat is dit nou weer? Hallo? Wat is dit? Brouwstandaard? Kan ik hier potions maken? Hoe moet ik ooit potions maken? Ik weet nog niet hoe dit spel werkt. Oh, maar dat klinkt wel goed, jongen. Potions maken. Maar eerst slapen. En toen was het ochtend. Kijk, dat heb ik wel geleerd in Minecraft. Dat je gewoon niet te veel 's nachts moet doen. Oh, ja! Worteltjes! Dat vind ik dan toch knap, hè? Dat het hier zo uitgestorven is. Maar dat iemand wel de moeite heeft genomen om even wortelen te verbouwen. Woonde hier vroeger de wortelkoning. Koning der oranje wortelen. Wacht, ik ga even helemaal naar de top. Even kijken wat hier is. Hallo? Wauw! Dit is een mega grote woestijn of zo. Kijk nou man, hier is toch helemaal niks te vinden. Dit is een kale droge bende. Wat moet ik hier? We moeten even terug naar het laatste coördinaat 320. Dan liggen we weer een beetje op waar we moeten zijn. En dat is in het water. Ik wil even niet in het water. Ik wil even niet zwemmen. Pompidom, pidom, 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 pidom. En ik loop in de woestijn. En hier is niks. Pompidom, pidom, 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 pidom. En ik ben in een gat gevallen. En hier is ook niks meer. Jongens, deze woestijn is kapot saai. Ik vond het vorige eiland veel leuker. Oh, kijk jongens, Groenland. Daar zijn meer huisjes. Is daar een levende beschaving? Is dit dorp zombieloos? What? Oh, ik dacht even dat er een huis daar in de lucht zweefde. Maar nee, die staat gewoon bovenop een berg. Alleen die berg die spande even wat te laat in. Yo, alle huisjes zitten vol met spinnenrag. Hallo?
Ja hoor, nog meer zombionies. Hallo. Hallo. Ik begin het op te geven, jongens. Zijn er gewoon geen aardige personen in Minecraft? Zijn er alleen maar enemies overal? Geef maar wel even je brood, ik heb honger. Wacht even, woonde de burgemeester van dit dorp misschien daarboven? Misschien is daarboven wel epische loot. Wij moeten even daarboven, dus even de epische loot gaan zoeken. Hartstikke idee. Laten wij naar boven klimmen. Frank Bert. Frank Bert? Dat is de broer van Egbert. Frank Bert. Waar gaat u naartoe? Bent u al naar boven aan het gaan? Ja, we zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna. Hot ziek idee. Oké, jongens. Het bovenste huisje. Hier is niks! Oh wel, hier is wel wat. Wat is dit? Oh, weer een brouwstandaard. Hoe moet ik potions maken? Yo, ik weet niet wie dit gebouwd heeft, hoor. Maar dit is niet oké. Kijk, dan denk je, dan bouwen we hier even gewoon een stalletje. Maar vervolgens, in dat stalletje... Hallo? Laat je gewoon hier even jouw schapie verzuipen? Waarom zorgen ze niet goed voor een schapie? En dan kan je een schapie net zo goed kapot maken. Arme schapie. Is dat een tijger? Of is het een kat? Wat is dat? Auw. Ben je baby tijger? Of ben je kat? Je hebt een kat, hè? Anders zou je niet wegrennen van mij, hè? Baby tijger, du-du-du-du-du, baby tijger, du-du-du-du-du, baby tijger, du-du-du-du-du, baby tijger. Ik moet je wel zeggen... Het is wel een dorpje met potentie, jongens. Het is wel een mooi dorpje met verschillende kleurtie huisjes. De zon gaat weer onder. Auw! Gast! Daar is weer zo'n baby koterkind. Gaat heen. Waarom zijn die zo irritant? Laat me slapen. Oké, jongens. Het is een nieuwe dag. Wat? Die guy daar heeft allemaal gouden shit. Jij hebt gouden armor, jongen. Hallo? Dat wil ik hebben van jou, vriend. Geef mij even jouw gouden armor, dude. Wat ze flatsie. Gouden helmpie, gouden broekie. Oh, het is alleen wel allemaal Auw, bijna kapot. Wat gebeurt hier? Gast, waar kom jij opeens vandaan? Moet je niet verbranden of zo? We zitten weer op de juiste coördinaten en ik ga weer doorlopen. Die kant op. Daar moeten we naartoe. En ik ben heel erg benieuwd of we daar gewoon over de zee gewoon nog wat nieuws gaan vinden. Of dat dit mijn dood wordt. In Noobcraft. Ligt wel alweer een eilandje recht vooruit. Freaking inktvissen, jongen. Kan ik die doodmaken? Ah! Echt overal zijn inktvissen in het water. Ik zie meer inkt dan vissen gewoon. Oké, we zijn aan land. Hier is echt letterlijk precies niks. Jongens, ik ben weer vergeten om mijn bed mee te nemen. Noob. Wat loopt daar? Wat zijn dat? Zijn dat turtles? Wat is dat? Zijn dat... Ja, dat zijn schildpadden. Wow! Schildpadden! Jullie zijn cool. Waar gaan jullie naartoe? Ik wil mee. Hallo? Gaan jullie gewoon hier een beetje zwemmen? Maar... Wat is het doel in jullie leven? Hebben jullie een doel, schildpad? Waar zijn ze? Ze zijn weg. Oh, daar is er één. Schildpad! Waar ga je naartoe? Is hier iets? Wil je me iets vertellen, schildpad? Oh, wacht even. Ik heb geen adem meer. Ik ben wel heel blij dat ik deze dag heb mogen overleven om schildpadden te zien. Wat vet! Zo komen we steeds nieuwe diertjes tegen. Ik wist niet eens dat schildpadden bestonden in Minecraft. Ik hoop trouwens niet dat het bijna nacht is. Want dan hebben we een probleem. Wat is daar trouwens allemaal onder water, joh? Ik vind het trouwens wel gek, jongens, dat ik zo onder water kan kijken. Maar als ik dan onder water ga, dan zie ik niks meer. What up? Oh, dit ziet er wel mooi uit. Wat is dit? Dit is allemaal koraal. Super cool. Wow, dit is vet, jongens. Hallo, dolfijn. Ja, dolfijnen die moeten je dus naar schatten toe brengen. Heb ik gehoord. Kan ik ze dan pakken of zo? Kan ik met hun mee? Nee. Niet de dolfijntjes slaan, dude. Oh, jongens, het wordt alweer nacht. Nee, en ik heb geen bed bij me. Oh, dit gaat sowieso fout. Oh, joh, je moet niet gaan nachtzwemmen. Rick, waarom ga je nachtzwemmen? Eet op zijn minst even een wortel. Of twee. Oh nee, de maan. Daar komt de maan. Oh nee, sowieso worden we nu aangepakt door nachtwezens. Oké, er is een klein eiland hier recht vooruit. Ik ben benieuwd of er een huisje staat met een bed. Ja, dit is een iets groter strandje of planeetje of dorpje of weet ik wel hoe ik dit moet noemen. Yo, wat heb jij in je hand, joh? Wat heb jij daar? Heb jij een schep? Kom je aan mij scheppen? Ga weg, spin. Ga weg. Ik wil dit schep hebben. Oh nee, weer een baby. Ga weg, baby. Opzouten. Wat een ziek idee. Ik maak jullie allemaal kapot. Allemaal. Hallo, mijn naam is Rick. Ik ben zwerver en ik ben op zoek naar een bed. Rickachu en de zoektocht naar een bed.
Waarom is die zo freaking donker? Ja, omdat het nacht is, dat snap ik. Oké, jongens, ik kan dit overleven. Ik kan dit overleven. Gewoon rennen als een malle. Hallo, is hier ergens een dorpie? Hallo? Abomasnow, waar ben je? Nu we het over Abomasnow hebben, hè? Eigenlijk zou ik gewoon Pixelmon moeten spelen. Ik denk dat dat beter bij me past dan Minecraft. Is het ijs? Oh ja, kijk nou. Het water is hier ijs. Op zich logisch, als het koud genoeg is, hè, ja, dan bevriest water. Dat is op zich niet een hele grote verrassing. Oké, maar waarom heeft hier niemand op dit hele freaking continent ooit een keer een huisje gebouwd? Zijn dat huisjes daar? Is dat een iglo? Ja, hè? Dat is een iglo, of niet? Heb ik gewoon een iglo gevonden? Hold up. Ja hoor. Hier hebben we een dorpie. Met zombies. Oh nee, dit is... Ja, dit is wel een iglo. Iglo's bestaan gewoon. Ja, laat me nou eens slapen, jongen. Laat me nou eens gewoon met rust. Nog even en jullie gaan allemaal verbranden. Kom maar. Kom maar, goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Het is weer ochtend. Hallo. Kaarten, werkbank. En hier zaten allemaal kaarten in. Wacht even, kan ik dan hier... Wacht even. Gaan we schatkaarten maken? Oh, huh? Hoe werkt dit nou weer? Laat maar, ik snap dit weer niet. Oh, wacht even. Ik heb papier en een kaart. Moet ik dan een papier en een kaart hierin doen? Dus ik heb hier een kaart. En ik heb hier papier. En dan kan ik nu een kaart maken of zo. En die is van niveau 1. Oh, wacht even. Heb ik nog meer papier? Ja. Dus als ik nou mijn niveau 1 kaart hierin doe en papier hierbij doe, dan maak ik een niveau 2 kaartje en een niveau 3 kaartje. Ik heb alleen niet nog meer papier. Geen idee waar ik dit voor nodig heb. Kunnen we dan gaan schat zoeken of zo? Dude, wat doe jij hier? Ga weg. Ga weg. Dit is nu mijn dorp. Opzouten. Met je skelettenbakkes. Jongens, ik zoek papier. Heeft iemand nog papier voor mij? Ben net hollebolle gijs, jongens. Papier hier. Oeh, wacht even. Kan ik hier mijn uitrusting verbeteren of zo? Of kan ik die maken? Bijvoorbeeld deze? En dan moet ik hier waarschijnlijk goudstaven in doen of zo. Of kan ik bijvoorbeeld ook mijn gouden helm hierin gooien? Nee. Dan moet ik waarschijnlijk eerst ergens goud maken of zo. Of maak ik dan van mijn diamond zwaard opeens een gouden zwaard? Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Jongens, ik heb zoveel vragen. Gaan we de goede kant op? Wat moet ik doen? Heb ik bijna een schatkaart? Laat het weten in de reacties. Doe een duimpje omhoog als je Noobcraft grappig vindt. Want ja, ik vind het wel leuk, maar ik heb nog steeds geen idee wat ik aan het doen ben. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!